Hallo iedereen, van das deutsche Lande, ja. Ik maak vandaag een gastronom. Back from your adventures? En ja, vandaag gaan wij een heerlijk spelletje doen, genaamd Hearthstone, ja. Nou, oké, ik hou niks aan in. Vol, dus moeten drie potjes gaan doen in twee modes. En we hebben een soort pack. Geen idee hoe we daaraan gekomen zijn, maar. Oh, waarschijnlijk weer een andere. Afleveringen nergens terugvinden. Maar ja, toen heb ik waarschijnlijk het pakketje gekregen. Maar er gebeurde niks dat jullie hebben gemist. Ik heb die andere twee heroes unlocked. Oké, goed. Welk voelt als een machtige kaart? Zie, deze voelt wel machtig. Kent of sterk? Kijk, hier hebben ze helemaal niks aan, hè? Kaart die ik aan wil. Paladin. Oké. We hebben voor de Hunter eentje. We hebben hier voor de Warrior een. Nou, ik vind het helemaal mooi. Laten we maar even een beetje playmodus gaan doen dan. En laten wij even een herootje uitkiezen. Als we dat mogen doen. Oké. Laten wij een herootje uitkiezen. Welke zullen we? Ik weet dit deck nog niet. Ik weet dit deck wel, dus die gebruik ik. Ja, laten we maar gewoon. Ik weet niet of jullie het merken, maar mijn Hunter is momenteel mijn favoriete. Lekker wachtmuziekje. Oh, hij vindt er een. Hij is hem aan het gevinden. Nederlands is mijn goedste vak. Hij is hem aan het gevinden. Oeh, dat is spannend. Ik wil dat helemaal niks doet. Oké, 1 frames per second, 0 frames per second. Oké, dat wordt heel spannend. Oké. Oh, of the opponent. Oké, dus we hebben... Rexxar versus Thrall. Oké, we zijn tegen de show. For Doomhammer. Let the hunt begin. We hebben meteen een goede kaart, alleen daar hebben we in het begin van de game echt niks aan. Dan hou ik echt niks. Die twee kaarten doen we weg. Hopen dat we de goede voor drukken. Die hebben ze juist weggedaan! Nou, laten we deze kaart maar gooien dan. Ja, ik wil gewoon praten. Laat mij praten. That's incredible. Waarom kan hij wel praten? Ik wil ook praten. Waarom mag hij praten en ik niet? Wat is er voor racisme? Someone call for the doctor. Oké, dan wordt de kaart wat jongeren. Helemaal prima hoor. Welke kaart zullen we op? Misschien dat we deze op. Zo. Coördineer, hartstikke mooi eindig van de beurt. Maar onthoud dat hij ook deze ability heeft, hè? Dus. Dan moeten we misschien een beetje praten kijken. Als hij maar geen. Hij heeft geen goede toot. Dan deze totem. Een healing totem. Ik moest het niet willen overtrekken. Wat we gaan doen is bijvoorbeeld voor je deze hier weer. En ik ben niet van dat deze damage gaat doen. Nee, dat kan ook wel trouwens. Ja, wat een manier halen. Oké, halen we weer. Einde beurt alweer. Oké, eens kijken. Maar waarom mag hij praten? Wat is het voor racisme? Ik hoop op het geloof. Toch maar daar was gebeurd. Ze hebben die dingen die je achteraf pas weet. Nou, hè. Hoe ik deze. Don't mess with Tusker! En we gaan voor de volgende kaart. Welke kaart zullen we nemen? Laten we deze maar nemen.
Okay. No. That's incredible. Yeah. Okay. Hit it very hard. And we'll taunt there. Zo, en dan kan hij daar even damage doen. Okay, nou. Heb dat gedaan. Hartstikke mooi. Dit was de hulpwagger, die is even. Hij zit tussen de kaartjes te scrollen en hij heeft ook een paar spels in. Met die spel nog niet op hem. Nee. Nee. Oh. Maar hij heeft momenteel alleen maar. Oh, wat druk ik op? Oh, wat heb ik op gedrukt? Ik heb ergens op gedrukt en nu heb ik mijn barretje hieronder. Wacht. Ben ik aan de beurt? Nee. Ah, die bar is zo. De Roid Leader hebben we weer. Ik heb het tand op mijn gooien. Ja. Hij die uit. Why? Hit it very hard. Hier. That's incredible. Ja. Weet ik nu wel, of weet jij trouwens hoe ik. Ik kan praten tegen mijn tegenstander, soort van. Laat het me dan vooral even in de comments weten. Maar goed. Deze wordt uiteindelijk irritant, maar nu nog niet. Maar hij heeft echt van die dingen van je zit. Wat moet je ermee? Dozems, leuk. Spannend. What to do? Nou, ik zal het spel even aan je uitleggen. Je pakt een kaart. Gooit hem wat speelveld. Nou. We hebben weer een levenstutorial gehad die je nooit meer vergeten. Kijk even naar de damage die we gaan doen, joh. Die nu. Aangezien hij geen taunt heeft, ga ik er. Maken. Zo, die daar. Suck steel, swine! Hit it very hard! Ik ga maar niet killen. Nee, ik kan dat ook nog niet, maar ik ga dat niet killen. Dit vind ik zo leuk, hè? Iemand op 1 HP houden. 1 HP. 1 bloed, 1 mana, hoe het ook moet. Nee, dit is mana. Maar 1 HP even houden, zodat hij in paniek raakt. En dan gaat hij uit zichzelf weer taunts neergooien als hij de optie heeft. Weet je wat is? Heeft hij zich. Inderdaad, jammer hè. Dan ben je dood. Dan ben je dood. Okay, hè. Handle it! Raak in paniek. Gaat hij zichzelf nog killen? Always little time. Starving Buzzard. Oké, bizar. In ieder geval iets met een bus. Nou, in de volgende aflevering gaan jullie nog wel van me horen. En ik zie jullie graag bij de volgende aflevering. Ja, heb ik echt even zin in. Nou, oké. Ik plak hem hierna wel. Dan ben ik er meteen op. Oh, is hier een nieuwe ability of zo? Nou, in ieder geval tot de volgende aflevering. Nou.